is 12 jaar en woont in de Marokkaanse stad Fes. Ze draagt vandaag een knalgeel jasje op het schoolplein en bewaakt de rust in het trappenhuis en springt dapper tussen de ruziemakers. Houda wil later bij de politie en oefent vast op school. Het probleem met die jongens is dat ze niet tegen hun verlies kunnen en dat ze dan gaan vechten. Maar meisjes schelden vaker. Ook over de meest kleine dingen. Snel naar de les. En nu naar huis. Houda woont met haar moeder en broer in één huis. Even wat thee. En straks naar karateles. Drie keer raden waar Houda ondertussen naar kijkt. Meer filmpjes? Ga naar www.samsam.net.